geschiedenis, ik heb dat de eerste keer ook verteld toen ik met de briefjes begon, is er vaak geprobeerd om de brieven te verbinden met de kerkgeschiedenis. Efeze was dan vooral de vroege kerk. En Smyrna was dan vooral de tijd van de eerste christenvervolgingen. Pergamon was daar ook een beetje mee verbonden. Thyatira, daar stond die vrouw Isabel zo centraal, hè, die daar heel veel negatieve invloed had. Die werd dan verbonden met de Rooms-Katholieke kerk van de middeleeuwen. Ja, dat was dan de katholieke kerk, zei men. En Sardis, dat werd dan de protestantse kerk. Let op, dit werd altijd gezegd door mensen die niet in die protestantse kerk zaten. En het nadeel van die theorie is gewoon dat het alleen maar op ons westerse wereldje betrekking heeft en de tekst daar zelf niks over zegt. Maar bij Sardis zijn we dan van, oei, gelukkig, daar zijn wij niet meer. Wij zijn deze kerk geworden. En dan werd er gestreden tussen de evangelische en de pinkstermensen en de baptisten en de methodisten. Wie is Philadelphia? En als je dan nooit van iets had gehoord, dan dacht je van, welke smeerkaas bedoelen ze nu? Philadelphia, waar gaat dit over? Ik snap het niet meer. Want dan waren de personen zelf natuurlijk ervan overtuigd, wij zijn Philadelphia. En de anderen, de slechterikken, die kerken waar je moeite mee had, waar die ellendige mensen naartoe waren gegaan, waar je ruzie mee had, die waren natuurlijk deze kerk. Oeps, Laodicea. Dat was dan voor de huichelaars en degene waar je minder contact mee had. Gelukkig schreef Watchman Nee al een boek in de tijd van 1980 van stop daarmee. Stop daarmee om elkaar zo te beschuldigen, want je gaat voorbij aan de boodschap van wat Jezus eigenlijk wil. Jezus wil ons allemaal aanmoedigen. En we zijn allemaal een beetje Sardis. We zijn allemaal een beetje Philadelphia. We zijn allemaal een beetje Laodicea, zei Watchman Nee. Laat stoppen om elkaar zo te beschuldigen. Want als jij zo je roemt om Philadelphia te zijn en al die andere kerken slecht maakt, dan vraag ik me af hoe je dat met elkaar wil combineren. Want Philadelphia is een kerk die niet vermaand wordt. Dat klinken alleen maar positieve woorden. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En die sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enige uit de synagoge van de Satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd wat je hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal zeker niet meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, Nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Opnieuw, brief aan een engel. Deze keer zal deze engel blij zijn. Want het lijkt allemaal heel goed daar te gaan in Philadelphia. En de Heer presenteert zich als de heilige en de waarachtige. Alle nadruk weer op zijn wezen. Hij is de heilige en de waarachtige. In de volgende brief van Laodicea zal hij zeggen, ik ben de trouwe en waarachtige getuige. Daar gaat hij een soortgelijke woordcombinatie maken. Maar dus Philadelphia krijgt die benaming te horen. Dat is trouwens ook een benaming die niet voorkomt in hoofdstuk 1. Dat is hier in dit stukje waar het naar voren komt, dat hij de waarachtige is, de waarheid is. En hij wordt beschreven als degene die de sleutel van David heeft. Hij opent en hij sluit en niemand anders kan openen. In Jesaja 22, vers 22, handig om te onthouden, Jesaja 22, vers 22, daar staat er al over de Messias geschreven, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Opent hij, niemand sluit. Sluit hij, niemand opent. En Jezus zegt, kijk, daar waar Jesaja 22, vers 22 over geprofeteerd heeft, dat ben ik. Ik heb de sleutel van het huis van David. Ik ben degene die daar
de openheid geeft. Dat huis van David staat in relatie uiteraard met het koningschap van Israël, maar ook uiteindelijk met het koningschap van de hele schepping. Want de Heer Jezus is de koning van dat volk Israël en ook de koning van de hele schepping. En hij maakt duidelijk van, kijk, ik bepaal wie er in mijn koninkrijk naar binnen komt. Geen Jood bepaalt dat, geen niet-Jood bepaalt dat. Ik bepaal dat alleen. Ik heb de sleutel, ik ben de David. En degene die zich met mij verbindt, die neem ik mee. Je ziet daar trouwens een parallel in het verhaal van David zelf. David zelf die op de vlucht is voor Saul en die zich verschanst in de grotten van Adullam. Die wordt enorm vergezeld door heel veel mensen die erkennen van Saul is niet de juiste persoon. Dat is niet de koning die wij verwachten. Dat is niet de koning naar Gods hart. Dat is niet de koning die God zo vaak al voorspelde in het boek Genesis, waar hij Abraham al vertelde van daar zal een koning komen, die komt eraan, hou je vast. Dat is niet de koning van Deuteronomium 17, waar hij beschrijft hoe die koning moet zijn. Saul is dat niet. En deze mensen, die gingen bij David in die grotten van Adullam en die zeiden, dit is de koning. Verworpen, verschanst in die grotten. Maar we weten, er komt een moment dat koning David zichtbaar wordt. En dat gebeurde dan ook. En dat is een prachtig beeld van wat er met Christus in de geschiedenis is gebeurd. Verworpen door zijn eigen volk. Maar er zijn mensen zoals ons rondom hem die zeggen, dat is de koning. En straks komt er een moment dat de ware David, koning Jezus, uit de grotten van Adullam, uit de hemel, om maar zo even te zeggen, komt. En wij zullen met hem verschijnen. En dan is er niemand op aarde die zegt, ja, maar die mogen niet, want die horen niet bij Israël of wat dan ook. Dan zegt de Heer Jezus, kijk, ik heb de sleutel. Ik ben de koning. Ik ben de waarachtige koning. En ik bepaal wie er in mijn koninkrijk meegaat. Hij opent en sluit. Philadelphia heb ik eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Let op, je kunt een hele avond over die stad spreken of over die plaats. Maar dat is niet interessant. Dan wordt het een avond geologie en archeologie. Jullie liggen allemaal te maffen op het einde. Dat moeten we niet doen. Philadelphia is niet meteen nu een link te maken met de brief zelf. Het was een vestingsplaats. Het lag aan de postweg, de keizerlijke postweg. Ja, dat is die route die je ook op het allereerste kaartje zag. Even pakken, hup. Die route die hier zo gaat langs die grote weg. Dus daar lag het ook aan. Daar had het ook wel zijn plekje veroverd. En Philadelphia is daarbij ook een stukje een toegangspoort geworden tot het gebied van Klein-Azië. Het ligt daar vrij snel aan de weg. Als je vanuit het oosten komt, kom je vrij snel langs die weg bij Philadelphia uit. Laodicea zie je het eerste. En daarna komt Philadelphia en dan komt Sardis. Ik weet uw werken. Ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Christus legt heel veel nadruk in de brief aan Philadelphia op wat hij doet. Philadelphia heeft weinig kracht. Wat dat ook mogen betekenen. Misschien waren ze met weinig. Misschien hadden ze al heel wat meegemaakt en was het van, we kunnen niet meer, hè? We weten het niet. In ieder geval was niet meer veel energie aanwezig. Maar ondanks dat bleef Philadelphia trouw. Bleef trouw aan de Heer, die hele stad, die kerken, ik pak even bewust meervoud, in die stad, die zeiden, we houden vast. We zijn wel als kerken misschien verschillend, onze Heer blijft in het midden staan. En de Heer die zegt, ik geef je een kleine deur, ik geef je een open deur bedoel ik. En je mag weten van, er komt een uitweg. Philadelphia mag een vruchtbare kerk zijn. Dat is trouwens een brief die elke kerk graag zou willen ontvangen. Als je zou vragen van welke van de zeven zou je het liefst willen hebben, dan is dit de brief die iedereen uitkiest. Je hebt mijn woord bewaard, is een heel typische uitdrukking uit het Hebreeuws van je bent trouw geworden aan de uitspraken van God. Je hebt het niet alleen maar goed in je hoofd bewaard, voor alle duidelijkheid. Je hebt er iets mee gedaan. God gaat op het einde nooit vragen van, heb je alle Bijbelboeken al vaker doorgelezen? Van, hoe vaak las je klaagliederen in je leven? Hoe vaak las je hooglieden in je leven? Dat doet hij niet. Gelukkig, stel je voor. Dan zouden de fariseers winnen. Hij vraagt vooral van, hey, dat wat je hebt gelezen, was dat fijn? Kon je daar iets mee doen? En je mag gerust kiezen voor één Bijbelboek om daar wat langer mee bezig te zijn, om te genieten van dat Bijbelboek. Je mag gerust zeggen van, ik ben nu zoveel met de openbaring bezig, dat is nu het boek waar ik de komende maanden in lees.
Het is helemaal niet erg als je op dit moment vooral openbaring doet. Dat is niet erg. Als je je leven lang alleen openbaring doet, dan wordt het wel een beetje erg. Maar dat probleem hebben we niet. Dus geniet van de Bijbel. Bewaar dat woord. Pas het toe. Denk erover na. Als je die teksten goed van buiten kent, is dat zelfs nog leuk. Dan sta je opeens te wachten bij het inkopen en dan moet je aan zo'n tekst denken. Dan word je bemoedigd of je ziet iets. Dingen worden zichtbaar waar je zegt van, hey, chic. Of je hebt opeens een moeilijke tijd achter de rug en je denkt opnieuw aan Philadelphia. En je zegt van, ja, ik heb ook zo'n kleine kracht, maar weet je, maakt niet uit hoe klein mijn kracht is. Jezus is er. En zolang ik mij niet bezighoud met de Biliams en de Isebels en wat hebben we nog meer voor gespuis hier in die brieven, dan weet ik, hij is er. Hij opent deuren waar ik dat waarschijnlijk niet zo snel zou hebben verwacht. Er wordt uitgelegd meteen wat er gaat gebeuren in 3 vers 9. Zie, ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Het woord Jood betekent trouwens lofprijs. Net zoals het woord Judas. Dat was ook de bedoeling. Dat het volk van Israël een licht voor de volken zou zijn. Dat de volken zouden erkennen hoe jullie omgaan met situaties. Wauw, dat inspireert ons. De Heere God zegt dat in Leviticus heel sterk. Dat is een van de hoofdstukken waar ik mijn masterthesis over schreef. Als het gaat over het land, dan zegt hij in Leviticus 25, vers 23. Ik breng jullie naar het land Israël, naar Kanaan, maar onthoud, dat land is van mij. Het land is van mij. Jullie zijn daar te gast. Het is niet je eigendom. Je kunt het daarom ook nooit verkopen of van de buurman afkopen. Dat lukt niet. Dat mag niet. Achab deed dat later. Was niet goed. Profeet Elia is daar zeer boos over. En dat land is van mij en ik breng je dat land om juist anders te zijn dan Egypte. Weet je, Egypte, daar herinner ik jullie continu aan in de Torah. Want Egypte was het land van de slavernij. Je mocht daar bijna niks. En daarom dat ik ook in de 10 woorden, de 10 geboden, tot jullie als eerste zei, als eerste woord, ik ben de Heere, uw God, Yahweh, die u bevrijd heeft uit het slavenhuis van Egypte. Dat was het eerste woord. Tweede, in de Hebreeuwse indeling, is dan, gij zult geen andere afgoden hebben. Maar we beginnen met die genade. Het Oude Testament is wat dat betreft, gelijk als het Nieuwe Testament, begint met de roeping, de genade van God. Niet door eigen werken ben je gered uit Egypte, maar door het bloed aan de deurposten. En voorop staat die genade van God. En je mag dat onthouden, want mijn bedoeling met die 10 woorden is niet om jou te irriteren, maar ik wil gewoon niet dat je in zo'n slavernij weer komt. En daarom wordt niet als Egypte. En Leviticus laat aanzien van hoofdstuk 25 en 26, als je de kant van Egypte opgaat en je vergeet God en je houdt je met andere dingen bezig en je begint de afgoden te dienen en je begint, uw licht dooft uit. Het ergste wat er dan gaat gebeuren, en dat is al gebeurd in het verleden, is dat je het land moet loslaten. Dat ik je uit het land zit, want het land is van mij en het land heeft recht op rust. En als het die rust niet krijgt, dan zal ik daarvoor naar voren komen. Dan zal ik zeggen van nu zullen jullie, en dat is dan gebeurd, iets van 70 jaar uit het land worden verwijderd, zodat het land die 70 jaar rust die jullie hebben afgepakt, want jullie zaten daar 490 jaar, en om de 7 jaar moest er een rustjaar zijn. Dus je kunt dat uitrekenen, die 70 jaar weer rust zal hebben. En de Heer die maakt dus aan de Joden, aan de Israëli's, duidelijk van, ga met dat land om zoals ik het verlang, Leviticus 25. Dat speelde ook een rol in de tijd van Jezus. Ook daar zat men met die vraag van, ja, wie is er nu de eigenaar van de wereld? En de Heer Jezus die maakte duidelijk van, kijk, het probleem ligt niet bij de Romeinen in eerste instantie. Het probleem ligt bij ons. Hoe zijn wij bezig? Want jullie roepen wel, we zijn kinderen van Abraham, maar ik zie het niet. Waar is dat? Nou, datzelfde komt ook hierboven. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Dus de Heer bedoelt daarmee, ze zeggen dat ze Gods lovers zijn, dat ze God loven, maar daar is niks van te zien. Ze hebben hun samenkomsten, ze komen in een synagoge bij elkaar, maar er ontbreekt iets. En ze vervolgen de christenen in die tijd. Dat is dus inderdaad in de tijd van keizer Domitianus gebeurd, dat de Joden het niet opnamen voor de christenen. De keizers die vroeg aan de christenen om bijvoorbeeld te knielen voor een afgod of voor een beeld of wat dan ook, een offer te brengen.
En dan zeiden de Joden, ja, we hebben vrijstellingen, dus wij hoeven dat niet te doen. En de christenen die zeiden, ja, maar wij volgen de Joodse Messias, dus wij hebben ook vrijstelling. Nee, zeiden de Joden, dat klopt niet. Wij kennen die Messias niet, die horen niet bij ons. En dus de christenen hadden daar heel veel door te lijden. Maar dat was heel gemeen zelfs wat daar gebeurde. De Joden gaven de indruk dat die christenen zelf iets maar hadden verzonnen en dat ze geen zin hadden om de keizer te vereren en dat ze tegen de keizer waren, dat ze ook geen god hadden. Ze werden ook atheïsten genoemd, was een ander woord voor een christen. Dus als je in de vroege kerk had geleefd, had iedereen jou atheïst genoemd, omdat jij schijnbaar geen beeld thuis had. Dat vond men heel moeilijk, want men verwachtte dat er iets stond. En de Joden, die speelden dat uit. En dat is de reden waarom er in deze brief in Openbaring zoveel aandacht is voor de synagoge, dat dat ook de synagoge van Satan wordt genoemd, van de tegenstander die mensen aanklaagt, mensen echt eronder uit wil halen, zoals de Satan dat bij Jezus deed. Ze liegen. En de Heer zegt, maar er komt een verschil, er komt iets. Ze zullen naar je toe komen en zich neerbuigen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Net zoals ze straks de Heer Jezus zullen erkennen als hij terugkomt. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Zo gaat het hier ook om mensen uit de synagoge die zich voordoen als Joden, maar het niet zijn. En die zullen erkennen dat God de christenen in Philadelphia lief heeft. Bijzonder dat dat hier wordt benadrukt, dat ik u heb lief gehad. Dadelijk in Laodicea zal de Heer zeggen van, alle die ik lief heb, die bestraf en tuchtig ik. Hier is het de bemoediging die voorop staat. 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Christus belooft de gemeente in Philadelphia voor het uur van de verzoeking. Er is één groot nadeel trouwens bij de bestudering van het boek Openbaring. Dat is dat de christenen niet in de gelegenheid waren destijds om alles wat ze meemaakten op Facebook te plaatsen. Als ze dat gedaan, konden we dat tegenwoordig nalezen. Dan hadden we ook kunnen weten van hoe is dat daar gegaan met de Joden die daar dat hebben erkend. Wie was nu precies die Biliam en die leer van Biliam waar jullie het over hebben. Ook hier zit je weer met diezelfde situatie. Wat voor een moeilijk moment was dit precies waar de Heer hen voor waarschuwt en waar hij hen voor beschermt. Sommige mensen, misschien ben je daarmee opgegroeid zelfs, die hebben dit heel snel verbonden met de leer van de opname van de kerk. En de leer van de opname van de kerk, die is vooral gebaseerd op 1 Thessalonicense 5, vers 13 tot 18, die zegt van, er komt een moment dat wij als gemeente de Heer tegemoet zullen gaan. Hij komt met de wolken en dan zal er een stem van een aartsengel zijn en dan gaan wij de Heer tegemoet. En dan is de discussie van, ja, maar is dat dan dat de Heer dan neerdaalt en wij gaan hem tegemoet en we dalen mee neer? Dus op het einde van bij de wederkomst. Of, in de 18e eeuw ontwikkelde zich dat dan vooral, is dat de Heer Jezus komt met de wolken en wij gaan hem tegemoet en dan blijven we bij hem. En straks pas, bij de komst, hè, zo een paar jaar later, komen we dan met hem terug. En dan werd dit vers heel vaak gebruikt. En dan werd er gezegd van, uit het uur van de verzoeking, dat betekent natuurlijk dat de Heer komt, maar dat we omhoog worden geroepen, uit die moeilijkheden worden genomen, van als het echt in de miserie gaat, dan zijn we bij de Heer en dan komt alle plagen komen dan over de aarde in Openbaring en dan straks in Openbaring 19 dalen wij weer neer met de Heer. Dat noemde men de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Het lastige bij dit vers is dat je dat woordje uit ook kunt vertalen met in. Dus er waren natuurlijk ook mensen die zeiden, ik ben het niet met je eens. Nee, ik lees dat nu anders. Ik zie dat de Heer Jezus inderdaad zal komen, maar dat de Heer ons beschermt in die grote verdrukking. Zoals Noach werd beschermd in de watervloed. Zoals het volk van Israël werd beschermd in Egypte. Zo zal dat bij ons zijn. Zoals het volk van Israël in Goshen werd beschermd, zal het bij ons zijn. Anderen die zeiden van, ja, je kunt het nog anders vertalen, namelijk met vanuit. Dat betekende voor hen dan weer, dat waren de mid-tribulationisten voor de kenners. Die zeiden van, oké, niet voor de verdrukking, de pre-tribulationisten, maar we gaan in die verdrukking komen. En ergens daar in die verdrukking, vanuit die worden wij naar boven gehaald. Het lastige bij die theorieën is dat je dat allemaal aan één vers gaat ophangen, waar de Griekse tekst alle varianten toelaat. Maar wat je wel ziet bij deze tekst,
is dat die belofte niet voor de hele kerk, voor alle kerken wordt gegeven, maar heel duidelijk een belofte aan Philadelphia is. Het gaat om de kerk daar, heel specifiek, en niet over alle christenen wereldwijd. En wat dat betreft is het veel normaalder op zo'n moment om te zeggen, het gaat over het feit dat Christus deze gemeente met weinig kracht, met die open deur, gaat helpen. Dat hij zou zeggen, in die moeilijke tijd, Philadelphia, ben ik bij jullie in Philadelphia. Ik zal jullie uit dat uur van de moeilijkheden, wat dat ook mogen zijn geweest in die tijd van Domitianus, zal ik jullie beschermen. Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Spoedig betekent aan de ene kant, het duurt niet meer lang op de klok gezien, maar het duurt wel heel lang ondertussen, zeggen velen. Maar het betekent ook, ik kom rap, vertaald naar het Vlaams, met de snelheid. Dus als de Heer Jezus komt, dan is het vlot. Ik kies voor die laatste. Hou wat je hebt, opdat niemand je kroon neemt. Op een bepaald moment, als de wereld zegt, het is rustig, het is vredig, zoals Paulus het noemde in 1 Thessalonicenzen 5, dan komt de Heer. Voordat je het zelfs gewaar wordt, wow, het is er al, zoals het licht opgaat. En dat mag getuigenis, dat mag blijven klinken. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal zeker niet meer daaruit weggaan. Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het Nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Je ziet weer opnieuw de tempeldiensten, de pilaar, de zuil in de tempel. De tempel van Jeruzalem, die Salomo bouwde, die had iets heel vreemds. Bouwkundigen vinden dat heel vreemd, omdat het, zover mij bekend, alleen daarvoor komt. Je hebt dan de tempel van God, mag je een beetje vergelijken met dit doosje. Hier is de ingang en voor die tempel staan hier twee kolommen. En het is niet dat hier nu een kolom staat en er ligt een soort balk op. Nee, er staat gewoon een kolom zonder iets op. Het staat gewoon in de ruimte, zo'n paal voor de tempel aan deze kant en een paal aan die andere kant. Eentje heet zelfs Boas, de andere naam moet ik even hier lezen, Jachin. En die staan dus voor de tempel van Salomo. Daar waren ook druiven, trossen en bladeren op afgebeeld. Waardoor sommigen veronderstellen dat de Heer Jezus bij de gelijkenis van de ware wijnstok, dat hij daar naar verwijst, ook naar datgene wat daar in die tempel wordt afgebeeld. Jachin en Boas, die twee zuilen, die vind je trouwens in 1 Koningen, hoofdstuk 7. En waar die nu precies dan ook stonden, is nu wat onbekend, maar die stonden daar voor die tempel. En de Heer Jezus die zegt van, kijk, jij mag ook zo'n zuil zijn. Je mag zichtbaar zijn in de tempel wat straks gaat komen. Jachin betekent ik zal oprichten. Boas betekent ik. In hem is kracht. Hele bemoedigende betekenis voor de gemeente die weinig kracht heeft. Die weinig kracht heeft. En de dag komt dus waarop de Heer komt en al die mensen zichtbaar worden. Dus bijzonder. Ik moet toegeven, die bemoediging van die zuil heeft de christenen altijd niet meteen geraakt. Dat ze dachten, een pilaar. Wat moet dat nu voor iets zijn? Maar als je bedenkt vanuit het oude Israël, was dit een heel belangrijke zuil. Die stonden daar wel, dat was het eerste wat je ontmoette. En zo zal de kerk van Philadelphia, zo de overwinnaars, ook degene zijn die straks het eerste zichtbaar worden. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Thank you.